Oh my god, oké. Okay. Mijn buurjongen belt net aan. Hij zegt, ik heb een pakketje voor je. Dus ik zeg, ik heb helemaal niks besteld. Ik wist van niks. Hij zegt, volgens mij een kerstpakket. Dus ik zeg, nou, lijkt me niet. Want ja, ik heb nu geen baan, dus dat kan helemaal niet. En er is dus gewoon een RTL Boulevard postcode loterij kerstpakket voor mij bezorgd. En ik snap er helemaal niks van. Je kan zeg maar opgeven dat je aan mensen een kerstpakket wil geven. Iemand heeft dat dus voor mij gedaan. En ik hoop dat dat hierin staat. Ah, van papa. Robin Blitzbloem vindt dat je echt iets bijzonders verdient. Daarom bezorgen wij namens RTL Boulevard in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij dit unieke RTL kerstpakket. Vol prachtige en eerlijke producten. Robin wil jou verrassen met het schitterende RTL kerstpakket. Omdat ik gun jou het kerstpakket omdat ik trots op je ben. En het is weer eens wat anders dan de HelloFresh pakketten. Liefst pap. Oh, zij vindt het ook leuk als ik het ga unboxen. Oh, zo lief. Maar mijn vader die werkt bij RTL. Maar hij is echt niet iemand die mij zeg maar iets zou opsturen of wil voortrekken of wat dan ook. Omdat hij daar werkt. Zo is hij dus juist absoluut niet. Dus ik weet niet of hij dit heeft kunnen regelen via zijn werk of... Yeah. Oké, okay. Wauw. Oké, okay. Ik ga even mijn camera veranderen en jullie laten zien wat er allemaal in zit. Dankjewel, Paul. Dankjewel, RTL. I need this in my life. Cool. Pap, heel erg bedankt. Ik ben er super blij mee. Er zitten allemaal producten in die ik niet eens ken. En ik ken heel veel producten. En biologisch en zo, ik ben er echt heel erg blij mee. En ik had het niet verwacht. Ik wist het niet, dus dat is wel helemaal leuk. Ja, ik praat nu alweer tegen mijn vader. Maar bedankt voor het kijken allemaal. Doei doei!